Hallo Riezenvrienden, hoe is het met jullie? Hier is het, een beetje schor. Hoor je dat? Ik ben gewoon een beetje schor. Oh Jantje, hoe kom je zo schor? Heb je bijvoorbeeld iets geks gedaan dit weekend? Dat kan je wel stellen. Ik was aan het dansen, ik was aan het zingen. Borreltje erbij. En stemmetje een beetje kwijt. Lijkt wel een kind dat van schoolreisje afkomt. Lijkt wel een scheepstoeter. Mocht je een boot hebben en je scheepstoeter is stuk, die je niet snel genoeg kan maken, dan kan je mij inhuren. Zit ik gewoon op voordek. En als er een andere boot komt, doe ik. Van alle markten thuis. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons achtmetje opgestuurd? Laten we eens kijken. Ja, ik mag ook even een beetje bijkomen van het weekend. Dus rustig aan. Pepermunt. Drie soorten pepermunt. En ik mis een vierde soort, namelijk de Wilhelmina pepermunt. Ja, ik ga het gelijk zeggen. Ik hou van Wilhelmina pepermunt. Die zit er niet bij, Ahmed. Dus dat vind ik jammer. Want de Wilhelmina pepermunt is een absolute kraker. Goed. We hebben hier de Albert Heijn huismerk pepermunt. Dat is de goedkoopste. Dan hebben we hier de English peppermint. Dat is gewoon pepermunt in het Engels. Van DF. Fortuin Dokkum. Komt van het Nederland. English peppermint. Noem het dan Dokkumse pepermunt. Stel dat je aanstellers. Ja, en King. En King is basismerk. Net als Wilhelmientje trouwens. Maar King is basismerk. Ja, wil je een pepermuntje? Ik kreeg vroeger een kingetje van je opa. Tenminste, ik wel. Dat was een kingetje van mijn opa. Ja. Nou ja, goed. Laten we maar gaan proeven, jongens. Dan gaan wij van goedkoop naar duur. Of zal ik een keer van duur naar goedkoop gaan? Nee, we gaan van goedkoop naar duur. Dit zijn de huismerk Albert Heijn. Pepermuntje. Kijk, ze hebben zelfs een Albert Heijn logoetje erin weten te drukken. Is dat leuk? Weet ik veel. Wat zit er eigenlijk in pepermunt? Suiker, rundergelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, natuurlijke muntaroma. Dat is niet te geloven. Er zit gewoon aardappel en rund in. Dus het is bijna gewoon helemaal nu. Er zit alleen geen groente bij. Nou ja, munt, dat is groen. Dus eigenlijk is het een compleet diner in een zo'n dingetje. Ik heb toch wel opeens een heel ander idee nu ik het in mijn mond heb dat er aardappelzetmeel en rundgelatine in zit. Even wat minder lekker. Even wat minder vis. Nou, pepermunt. Nou, het is een makkelijk koudbaar pepermuntje. Je proeft wel dat het goedkoop is. Dit is zo'n zo'n pepermuntje die ze bij de wc's wil liggen, weet je wel. Dan heb je gepiest, moet je tegenwoordig geloof ik een euro voor betalen om te pissen. En dan pak je zo'n pepermuntje uit zo'n bakje. Die toch naast de plassen ook waar voor je geld wil. En dan zijn dat dit soort pepermuntjes. En dan heb je die in je mond en denk je, ja, dat is goedkoop pepermuntje. En dan pas dwaalt het in je hoofd het verhaal dat de man voor jou, die heeft ook een pepermuntje gepakt. Andere pepermuntjes aangeraakt. In zijn mondje gedaan. En wat had hij voor het pepermuntje in zijn hand. Precies. Want hij stond namelijk te pissen. En ik kan je wat vertellen. 80% van de mannen was hun handen niet na het zeiken. Dus al die pepermuntjes. Die goedkope pepermuntjes in de bakkie. Daar zitten allemaal pissporen op. Denk daar maar zo van na. Goedkoop pepermuntje. Ik vond hem. Wat zit hier dan in? Ook rond de gelatine. Sugar, gelatine, potato starch. En. Het gaat verdikken allemaal hetzelfde in. Alleen hier. Staat dan niet runder gelatine op. Wat er hier wel is, hier staat gelatine op. Dan denk ik zomaar dat dit varkensgelatine is. En dat vinden de moslimpjes en de joden niet zo heel erg gezellig. Want dan eten ze per ongeluk een dier wat ze niet mogen eten van hun godje. Oh, kom mij bommen. Ik eet alles, want ik heb geen godje. Kijk, dit is eigenlijk gewoon niet veel anders dan dat pepermuntje van de Albertino. Waar niet dat hier een ander merkje zit, proeft hij ook anders. Want er zit precies hetzelfde in. Auw, deze
Ja, deze is dus harder. Godverd, ik ben bijna mijn kies op dat ding. De smaak is ook anders. Totaal van de pepermuntje. Deze is veel frisser. Veel sterkere frisse smaak. Harder. Dus niet van dat zachte droepen. Ja, deze is gewoon beter. Ik proef gewoon dat ik een hele verse mond heb. Ik zou wel met iemand willen zoenen nu. Maar ja, er is niemand hier in de buurt die met mij wil zoenen. Ja, een kat. Maar daar ben ik allergisch voor. Tijd voor de derde pepermunt. Dat is een kingetje. Ja, en wat weten we van King? Die zit in een leuk rolletje. Kijk, een rolletje King. Die had ik dus vroeger inderdaad vaak in mijn binnenzak als ik uitging. Voor, toen je al nog een boef was. Je bent tegenwoordig een hele nette man. Dat doe ik allemaal niet meer. Avin en King. Die haal ik dan wel uit het pakketje. Ja, als het zo moet. Niet te geloven. Dit kingetje is kleiner dan die. Hij is ook smaller dan die. Maar ja, deze zit ook in een zakje. Die zit in een rolletje. Weet ik veel of dat zo is. Maar dat maakt niet zo uit. Hier, King zit erin. Daar gaat hij. Zo'n dag. Wat van me op. King zit geen aardappelzetmeel in. Daar wel. Hier niet. Dat is ook de duurte. Ik weet niet wat dat ermee te maken heeft. Grote zorg gemaakte pepermuntjes met natuurlijke King pepermuntolie. Het allemaal wel. Dit pepermuntje is gewoon nog veel frisser en harder dan deze. En ik hou van harde, frisse pepermuntjes. Ja, en het loopt van zacht naar hard. Naar keihard. Dit loopt van super fris naar iets minder fris. Nou, eigenlijk helemaal niet zo fris. We kunnen nu stellen dat pepermunt gewoon waar voor je geld levert. Wat wil zeggen dat als jij goedkope pepermunt koopt, dat dat niet tevreden is. En dat wil zeggen als jij dure pepermunt koopt, dat dat wel lekker is. Kijk, en dan zou je zeggen, ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken, Jan. Maar ja, niet is als zoals je bedenkt. Dus dan is het fijn dat iemand de proef op de som neemt. En dat doe ik dus in dit reviewkanaal. Want jullie hoeven in je hele leven nooit meer goedkope pepermunt te kopen en te eten. Want dat heb ik voor je gedaan. En als je gaat piezen, hoef je ook geen pepermuntje te pakken. Want of het moet in een cellofaantje zitten. Willemientje zit er vaak in een cellofaantje. Lekkere pepermuntje trouwens. Nee, in ieder geval, ik ben maar uitgeluld. Tijd voor de cijfertjes! Ja, en de cijfertjes die worden zoals je verwacht. Goedkoop, duurkoop. Goedkoop, duurkoop. Waarom? Je hebt een hele zak pepermunt gekocht die niet te nak is. Het is niet echt vers. Het is ook te makkelijk. Het is niet hard. Je kan er niet op kouden. Je doet je mond en dan dondert het al uit elkaar. En hij is niet lekker fris. Dit is gewoon niet lekker. Dit is gewoon een 4. De English peppermint uit Dokkum is hard en fris. Dit is al zoveel beter dan dit. Dat wil je niet geloven. Die krijgt van mij een 6. En de King, je raadt het al, is de koning van de review. Want die heeft gewonnen. Want King is nog frisser en frisser dan die. Nog meer pepermunt, nog meer munt, nog meer mint. Harder, smaakvoller, helemaal toppie, joppie. Die krijgt van mij een 8. Nou, hartstikke leuk. Hebben we ook weer een review over pepermunt gemaakt. Ik had misschien mijn tijd beter kunnen besteden. Jullie hadden misschien ook jullie tijd beter kunnen besteden om dit te bekijken. Maar we houden elkaar een beetje bezig, mensen. Laten we eerlijk wezen, dat is toch ook wat de wereld ronddraait. En elkaar een beetje bezig houden. Ja, ik zie toch ook wel de zinloosheid van het bestaan af. En zeker de zinloosheid van dit gebeuren. Maar goed, toch, bedankt voor het kijken.